Daily Minutes nummer 1501, jawel, met een uitzending voor vandaag. En dat is 19 december 2018. Het is de bulletin van woensdag. Vanavond om 2200 uur lokale tijd, 2100 uur UTC, is er een herhaling van Slow Scan Radio van afgelopen zaterdag. En het vindt plaats op 7440 kHz. Het signaal zal in Nederland niet bijzonder sterk zijn. De uitzending is dan ook bedoeld voor mensen die wat verder van de zender afzitten. En die me gemaild hadden dat ze de show op zaterdag niet meer of zo goed als niet meer konden ontvangen. Vanavond vindt de laatste SSB-ronde in Arnhem plaats. Ja, nee, niet de laatste van het jaar. De 56e SSB-ronde is zoals altijd op 144.345 plus of minus QRM. De ronde begint om een uur voor Slow Scan Radio vanavond om 9 uur. Over twee weken op 2 januari is er geen SSB-ronde. De eerstvolgende die is op 16 januari. Ik weet niet of het te horen is, maar sinds eind van de middag heeft DMR.li een nieuwe geluidsinterface. Volgens mij is het wel een verbetering. Als data vandaag een SSTV-plaatje, tenminste als het lukt, want dat wil zeggen als het lukt om deze uitzending zonder fouten in te spreken, zonder dat ik dingen overnieuw hoef te doen. Het is een plaatje dat al opgenomen was voor de Slow Scan Radio-uitzending van aanstaande zaterdag, maar omdat de tekst in de data van de uitzending iets meer tijd in beslag nam, iets langer was, is het plaatje dus op het laatst geschrapt. Ja, ik heb een hekel aan meta-uitzendingen, dat wil zeggen uitzendingen over de uitzending zelf. Waar gaan we met de Daily Minutes naartoe en dat soort dingen. Maar ja, soms ontkom je daar niet aan. Op PI2NOS moest ik wel vaak uitleggen wat ik van plan was. Heel vaak leiden dingen die daar een beetje afweken tot kritische reacties. Als ik bijvoorbeeld een keer een vast onderdeel oversloeg, dan was er altijd wel iemand die daar boos op reageerde. En als ik wel uitlegde dat een onderdeel dus niet doorging, ja, dan was er ook altijd wel iemand die dat geen geslaagde actie vond. Het aantal klachten op onverwachte dingen was echter wel groter dan op de aankondigingen. Dus ik legde vaak de dingen uit waarom de uitzending soms korter was, dat herhalingen soms nodig zijn en dat je ook niet altijd die inspiratie hebt om een lange uitzending te maken. Het is aan de andere kant ook wel een vorm van respect als je aan de mensen die speciaal voor jouw uitzending inschakelen uitlegt als er wat aan de uitzendingen verandert. Op de lange termijn weet ik het nog niet. Ik wil zeker meer columns gaan maken. Misschien ook wel een aantal in het Engels. Maar dat kan waarschijnlijk gewoon naast de Daily Minutes. Of misschien wel als onderdeel van de Daily Minutes. Een van de redenen dat ik via de amateurbanden gestopt ben, is dat ik graag meer niet-amateurzaken wil brengen. Nou, die fans was er eerder ook al. Maar deels vanwege de situatie op PI2NOS kon er naarmate de tijd vorderde daar ook steeds minder. Inmiddels zitten er bijzonder veel niet-amateurzaken in de Daily Minutes. De bedoeling is echter ook wel om amateurzaken te blijven doen. Grappig is dat er inmiddels ook een klein aantal mensen meeluisteren naar de spionageverhalen die helemaal niets met de zendhobby van doen hebben. Om die reden ga ik in de toekomst de niet-amateurzaken als die er zijn wel steeds aan het begin van de uitzending doen. Dan kunnen de niet-amateurs die geen techniek en amateurzaken willen horen op het laatst wegzeppen. Momenteel ben ik met de spionageverhalen bezig. Er is nog iets wat ik al een poos graag wil doen. De pers die ligt tegenwoordig nogal onder vuur. Er zijn een aantal zaken over de pers en over journalistiek waar ik iets over wil maken. Dingen die ik zou kunnen behandelen zijn bijvoorbeeld hoe is de journalistiek ontstaan, waar is die traditie uit voortgekomen. En verder de opkomst van wat in Amerika de Yellow Press of de Yellow Journalism heet en in Engeland spreken ze over tabloidbladen. Dat zijn nieuwsuitingen die berichten vooral publiceren voor de oplagen en die verder nauwelijks onderzoek of wat ze publiceren ook waar is, nauwelijks onderzoek doen. Recht daartegenover staat de onderzoeksjournalist waar juist wel heel veel aan research gedaan wordt. Het leukste is het om de geschiedenis, dit soort geschiedenissen te beschrijven aan de hand van een aantal markante figuren, personen uit karakteristieke periodes van de journalistiek. Een dergelijke serie kan ik net als de spionageverhalen overigens doen naast onderwerpen over de zendhobby in de uitzendingen. Kan ook wel eens voorkomen dat er uitzendingen zijn waar verder niet op de zendhobby zal worden ingegaan. Dat is denk ik ook niet erg. We zijn bij deel 10 van de serie spionageverhalen. We waren gebleven bij september 1944. Christian Lindemans, alias King Kong, die voor zowel de Engelsen als de Duitsers vecht en inlichtingen verzamelt en verstrekt. Hij komt er een strijdmakker uit het verzet tegen die hij vanuit het begin van de oorlog kende. De man kent Lindemans als Freddy de Smet, een Belgische inlichtingenofficier. En hij moet deze strijdmakker nu uitleggen waardoor de Smet nu niet meer actueel is.
Na de oorlog hebben verschillende schrijvers en onderzoekers erover gespeculeerd of de informatie die Lindemans aan de Duitse veldmaarschalk Model gaf ertoe geleid heeft dat operatie Market Garden flopte en dat de oorlog daardoor misschien wel 6 maanden verlengd werd. In elk geval lagen de Duitse troepen op precies de goede plek klaar toen de geallieerden de aanval openden. Lindemans gaf echter in eerste instantie aan Model door dat de aanval niet bij Arnhem zou plaatsvinden, maar net boven Eindhoven. Het rapport dat Lindemans aan Model gaf was niet compleet en niet helemaal juist. Hij meldde het echter al op 22 augustus. Operatie Market Garden die vond plaats tussen 17 en 25 september daarna. De Duitsers konden zich hierdoor wel herpositioneren en ingraven om een aanval te kunnen afslaan. Een tweede rapport van Lindemans aan Model op 15 september was gedetailleerder en sprak ook van luchtlandingen. Op basis van de informatie van Lindemans was het voor de Duitsers ook mogelijk geweest om het hoofdkwartier van generaal Eisenhower aan te vallen en de plek waar de geallieerden hun tanks opgesteld hadden staan. De Duitsers zouden hiervoor echter voldoende Messerschmitt ME-262 straaljagers nodig hebben gehad en er waren er niet alleen onvoldoende Messerschmitts, de vliegtuigen die er waren die konden ook niet gebruikt worden omdat er niet voldoende brandstof meer was. Generaal Baker, onder wiens commando Lindemans voor de geallieerden spioneerde of opereerde, die kwam voorafgegaan door Sherman tanks bij de bevrijding van de stad Eindhoven binnen, tezamen met een Franse officier Charles Muller. Ze werden daar rondgereden in een zwarte Cadillac limousine en dat trok veel aandacht van de bevolking die door de bevrijding sowieso al in extase was. Baker met zijn dunne brilletje leek daarbij sprekend op prins Bernhard uit die dagen. Omdat de stemming goed was, wuifde Baker voor de grap op een koninklijke wijze naar de toeschouwers. Uiteindelijk was de stemming onder de bevolking hierdoor zo tumultueus geworden dat Baker en Muller voor hun eigen veiligheid in allerijl naar het hoofdkwartier van de Ierse Garde in de plaats Aalst nabij Eindhoven moesten worden geëscorteerd. Waar toen ze aankwamen al meerdere Britse en Amerikaanse journalisten op de prins tussen aanhalingstekens stonden te wachten. Het is mogelijk dat Lindemans prins Bernhard in werkelijkheid nooit ontmoet heeft, maar dat in plaats daarvan deze gebeurtenis, waarvan ook foto's zijn, ertoe geleid heeft dat mensen later dachten dat de prins en Lindemans elkaar kenden. Ja, nu nog wat zendamateurzaken. Op de site van de Veron valt te lezen dat de bekende 555-timer chip, wie kent hem niet, deze maand precies 555 maanden geleden op de markt kwam. 555 dus. Op 24 december zal de machinezender SAQ in Grimeton in Zweden weer in de lucht komen. Het verhaal is denk ik wel bekend. De zender is in feite een grote wisselstroomdynamo die 200 kW aan energie opwekt op een slechts enigszins hogere frequentie dan 50 Hz. Zendfrequentie is 17,2 kHz, de modulatiesoort CW. Om 7:30 UTC zal de zender op 24 december worden afgestemd en de uitzending zelf zal plaatsvinden om 8:00 UTC. Het is hier dan 9:00 ochtends. Dit soort zenders worden nu niet zoveel meer gebruikt, maar dat was in de tijd dat Mike Oldfield's Tubular Bells werd opgenomen nog anders. In een stille passage van dat werk zit het signaal van een Engelse zender in dezelfde frequentieband, niet zo ver bij de studio's vandaan zat hij in de tijd. En bij de LP lukt het dus niet, maar bij de CD kun je het CW-signaal met het DSP-programma goed hoorbaar uitfilteren. Ja, er gaat weer een middengolfzender uit de lucht. Dat is dit keer in België op 612 kHz. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzending www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl.
microfoon naar de toer.